jongens en meisjes en welkom bij alweer de laatste aflevering van het Parkstad Sinterklaas Nieuws. We schakelen over naar Roeland, die staat te wachten bij de apotheek, want Fietspiet gaat de baardgroeipillen van Sinterklaas halen. Roeland, kom er maar in. Ja, hallo Zwiebertje. Hier Roeland, je razende reporter bij Apotheek Zorgvliet hier in Veendam. Want we hebben te horen gekregen dat Zwarte Piet onderweg is om nieuwe baardgroeipillen te kopen voor Sinterklaas. Hey, daar komt hij aan. Zwarte Piet. Hi. Hallo. Hi, ik hoor dat jij... Wacht even. Ik zag net mevrouw Huppeltjes. Ik ga even vragen hoe het met haar gaat. Hey, hallo mevrouw Huppeltjes. Hoe gaat het met u? Nou, het gaat wel goed. Alleen, ik had zo'n enorme jeuk aan mijn knieën. Ja, dat begrijp ik wel. Heeft ze al in de spiegel gekeken vanmorgen? Nee. Nou, kijkt u maar eens. Oh, wat is dat dan? Ja, u krijgt een baard. Ja, weet ik niet. Wat heeft u vanmorgen allemaal gedaan? Nou, ik had een cadeautje in mijn schoen. Heb ik uitgepakt. Ach ja. Er zaten heerlijke snoepjes in. Sinaasappelsmaak. Ja. Vind ik zo lekker. Nou, dan begrijp ik het wel. Ja hoor, wij hebben vanmorgen cadeautjes rondgebracht. En waarschijnlijk ook bij u. En sindsdien zijn we de pillen kwijt van Sinterklaas. De baardgroeipillen van Sinterklaas zijn weg. Die zijn vast en zeker bij u in de schoen beland. Oh. En die heeft u opgegeten. Heeft u ze bij zich? Ja, toevallig heeft ze mee. Dat is super, want ik was net bij de apotheek om nieuwe te halen. Ja. Daar is Sinterklaas er heel erg blij mee. Dank je wel. Super, bedankt. En u dan? Ja, dat is morgen vroeg weer over. Echt waar. Ja, gelooft u mij maar. Dat is morgen weer over. Hey, Oké. Dankjewel. Ja. Doei. Nou, Wiebe, je hoort het. Gelukkig is alles weer opgelost. Morgen is alles weer over. Hè? Terug naar de studio. Trouwens, wil je scheermesjes lenen? Heel graag. Dankjewel Roeland voor alweer je laatste bijdrage aan het Sinterklaasnieuws in Veendam en Wildervank. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor en achter de schermen die meegewerkt heeft aan dit leuke project. En graag volgende keer zien we jullie weer. We zijn morgen live te volgen met de intocht in Wildervank. En ik hoop dat jullie daarvan genieten. En graag tot volgend jaar.